Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Mijn naam is David Nijskens, kandidaat voor het Vlaams Parlement op de eerste opvolgersplaats in Brussel voor de NVA. Ik ben 36 jaar. Ik woon in het centrum van Brussel in de mooie gemeente Elsenen. Ik ben professioneel actief als manager van de lounges op de luchthaven in Zaventem. En daarnaast ben ik ook nog bestuurder bij de klassiek liberale denktank Libera. En schrijf ik ook over de Verenigde Staten voor de opiniewebsite doorbraak.be. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, ik was enige tijd uit de politiek weggegaan. Ik zat een aantal jaar geleden, een achtal jaar geleden. En ik ben dan met andere dingen bezig geweest in de privé gewerkt en zo. Uh, maar ik heb toen, een goed jaar geleden, was ik met uh, Gilles Verstraten, die uh, ook meedoet aan deze verkiezing op de derde plaats uh, voor het Brussels Parlement voor de NVA ben ik aan de praat geraakt en hij heeft mij terug een beetje warm gemaakt. En uh, voor ik het wist, uh, heb ik dan bij de gemeenteraadsverkiezingen de lijst getrokken voor de NVA in Elsene. Het, het was zo'n toffe groep. En uh, Het begon bij mij ook terug. Uh, de microben begon terug aan te slaan. Dus, uh, heb ik dan maar gekozen om uh, uh, mijn, mijn politiek uh, engagement verder te zetten? En dus dat kwam er ook bij dat ik natuurlijk dan terug, uh, ook nu uh, wou meedoen, omdat er toch wel uh, enkele zaken zijn uh, die kunnen verbeterd worden. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb een lange quote gekozen. Ik heb een quote gekozen uit de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. Um, en die gaat als volgt. Hè? Dus uh, we hold these truths to be self-evident. That all men are created equal and are endowed by their creator with certain inalienable rights. Uh, among these are Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness. Uh, waarom heb ik nu voor die quote gekozen? Omdat ik, uh, een, uh, ik ben een enorme fan uh, van de Verenigde Staten. Maar ik ben voornamelijk een, uh, ik heb ook een, een stukje de Amerikaanse geschiedenis uh, bestudeerd, uh, voornamelijk zo die revolutionaire periode. En uh, de figuur van Thomas Jefferson, die uh, de derde president is van de Verenigde Staten en die de auteur is, hij heeft samen met andere mensen geschreven, maar hij heeft de eerste versie uh, geschreven van de onafhankelijkheidsverklaring, uh, is een enorme figuur. Uh, ook die onafhankelijkheidsverklaring zelf, en dan zeker bepaald die quote, uh, is in feite de cruciale quote in de onafhankelijkheidsverklaring. Uh, oorspronkelijk was het niet Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, maar was het Life, Liberty and Property. Uh, maar hebben ze toch gekozen voor Pursuit of Happiness omdat het, een, uh, het nastreven van geluk uh, veel belangrijker is? Uh, het is ook zeer belangrijk als je die quote uiteen, uiteenbreekt, kom je in feite op: uh, All men are created equal. Alle mensen worden gelijkwaardig geboren en krijgen daarnaast en zijn inherent vrij. Uh. Dus hebben onvervreemdbare rechten, worden geboren als individu, hebben onvervreemdbare rechten, zoals het recht op leven, het recht op vrijheid. En het nastreven van het geluk. Het is ook vrijheid van de overheid. Het is ook niet de overheid. De overheid mag helpen, maar moet vooral niet te veel in de weg staan. Uh, en moeten mensen in feite voornamelijk zelf uh, hun richting uh, laten kiezen? En ik denk dat dat uh, zeer belangrijk is. Uh, ook heel interessant. Na die quote komt er nog een klein stukje waarin in feite wordt uh, gezegd dat. Uh, en als je het niet eens bent, dan mag je in feite in de overheid, uh, in de politiek gaan. Uh, of uh, de regering omverwerpen, uh, indien nodig. Dus uh, het is, een, zeer, uh, het is een, uh, ik denk een heel mooie quote. En ik denk uh, dat het heel belangrijk is uh, dat we die quote uh, ook goed bij ons houden. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Nou, politieke voorbeelden, we hebben het net al even gehad over de Verenigde Staten. Uh, ik had al even gezegd Thomas Jefferson, maar je hebt natuurlijk, uh, we hebben uh, iets meer in onze tijd, hebben we een, in de Verenigde Staten een congreslid gehad die ook uh, presidentskandidaat was. Uh, en die persoon is namens Ron Paul, uh, een republikeins congreslid. Iemand die ook zeer, uh, moet ik zeggen, gedetermineerd was door uh, zoektocht uh, naar vrijheid. Uh, en ook altijd een beetje... Tegen, niet, niet noodzakelijk tegen draad, maar wel altijd opkwam voor zijn standpunten. En daar ook zeer duidelijk naar was in, me, met zijn kiezers en naar zijn partij toe. Um, hij, is, um, hij is nu gestopt. Een dus, uh, is, man is al 80 jaar, maar heeft nog dagelijks een, uh, een um, soort van YouTube-programma. Uh, uh, en dat is toch wel een echt een, uh, een voorbeeld. Hij heeft ook consequent altijd gekozen tegen oorlog in Irak, altijd consequent voor vrede, terwijl dat, dat toch in zijn partij niet zo makkelijk lag. En nationaal, ik heb die vraag negen jaar geleden ook al gehad en het is een beetje moeilijk om dan mijn antwoord te veranderen. Dus ik heb negen jaar geleden gezegd dat dat Jean-Marie de Dekker was. Uh, dat is ten dele zeker wel nog altijd zo, omdat uh, Jean-Marie is uh, ook iemand die een beetje tegen draad is, maar altijd goed geïnformeerd. Uh, en hij heeft het hart op de juiste plaats. En ik denk dat dat ook zeer belangrijk is, dat wij als politici uh, dat wij het hart op de juiste plaats hebben. Maar daarnaast ook als het nodig is, een beetje tegendraad draad zijn. Uh, voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans, ook lid van mijn partij, uh, die zegt dat ook. Uh, dus dat dat ook zeer belangrijk is. Uh, dus ik denk dat dat een zeer goede raad is uh, die ze ons hebben meegegeven. Wat zijn uw politieke interesses? Dus mijn politieke interesses, uh, ik heb er uh, voor vandaag drie geselecteerd. Hè. Dus ik denk eerder zijn vooral onderwijs. Ik uh, ben zelf ook in mijn jeugd uh, voorzitter geweest van de Vlaamse Scholierenkoepel. Um, ik denk, uh, dus het, beha het behartigen van de belangen van de leerlingen vond ik toen zeer belangrijk. Ik heb toen ook heel veel uh, mee proberen denken uh, met waar we naar onderwijs naartoe uh, moeten gaan. Maar ik denk dat we, als we vandaag kijken, dat we toch een beetje moeten opletten wat we nog doen met het onderwijs ik denk dat we uh, terug meer de klemtoon moeten gaan leggen op uh, kennis, over de, uh, kennis overbrengen. En dat gebeurt in de klas, dat gebeurt klassikaal met leerlingen samen. Uh, minder regeltjes en dergelijke meer uh, voor leerkrachten, maar, dan ook, maar dus, dat wil zeggen dat het ook voor die leerlingen veel aangenamer kan worden. Uh, ik denk dat dat een, de grote uitdaging wordt uh, voor de komende vijf jaar, want het kan niet dat ons onderwijs dat dat aan het afglijden is. Uh, dat is een groot probleem. Zeker ook hier voor, voor ons in Brussel uh, moeten we dan ook nog veel harder inzetten op uh, het taalonderwijs, Nederlandse taal, uh, die aan de leerlingen uh, kenbaar maken dat de leerlingen in het Nederlands uh, naar school uh, kunnen gaan en dan ook uiteindelijk uitkomen als tweetalige leerlingen. We hebben heel, bij ons in het Brusselse onderwijs zijn er heel veel anderstalige leerlingen. Maar het is zeer belangrijk dat de kennis van het Nederlands uh, daar. hoe daar, um, moet ik het zeggen. Dus dat die kennis van het Nederlands dat die zeer belangrijk is. Want anders kan je die kennisoverdracht ook niet goed uh, vervullen. Ik denk dat we ook eens moeten gaan kijken. Ik denk dat Vlaanderen heel veel geld weggeeft aan uh, subsidies en dergelijke meer. Dus ik denk dat we, daar eens, uh, denk dat we die subsidies uh, aan VZW's en belangengroepen. denk dat we die eens uh, goed uh, tegen het licht moeten houden. Ik denk dat we die eerst en vooral. Uh, transparant moeten maken. Maar ik denk dat we daarnaast ook eens moeten uh, kijken of, of er niet heel veel overlap is uh, bij het, wat al die gesubsidieerde uh, VZW's doen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar goed mee omgaan, omdat het ook over belastingsgeld gaat. Uh, belastingsgeld moet zeer nauwkeurig en moet zeer nauwkeurig besteed worden. We moeten daar zeer voorzichtig in zijn. Vergeet niet, belastinggeld wordt allemaal opgebracht door een massa werkende mensen. En daarom is het belangrijk dat hun geld goed besteed wordt. En Internationaal, internationaal interesseert mij ook eh, enorm eh, veel. Ik heb het ook al gezegd, ik schrijf veel over eh, de Verenigde Staten. Maar ik denk ook dat we in zaken eh, Europa dat, we, dat er belangrijke zaken zijn die we moeten doen, waar, waarbij we de lidstaten eh, de kracht van de lidstaten niet, eh, de macht van de lidstaten niet zo makkelijk mogen afgeven. En ik denk dan ook dat als ik andere mensen hoor spreken over, uh, uh, over een imperiaal Europa, omdat andere landen ook zogezegd imperiaal zijn, vrees ik dat we een hele hoop van onze diversiteit uh, in Europa uh, kwijtspelen. Uh, ik wil die mensen, en er zijn er heel veel bij de OPRD, ook wel zeggen dat zo'n imperium runnen heel veel geld kost uh, en heel inefficiënt is. En het, zou, en het, het gaat onze verscheidenheid, uh, gaat het heel veel pijn doen. Dus ik denk dat we daar. Dat we daar zeer voorzichtig mee moeten zijn. Maar dat belet natuurlijk niet dat we zeer hard economisch moeten samenwerken met iedereen. Want daar worden we uiteindelijk allemaal beter van. Wat kan er anders en beter in de politiek? Wat kan er anders en beter? Ik denk dat we wat meer vertrouwen moeten hebben in de bevolking. Ik denk dat we heel weinig eh, vertrouwen hebben in de bevolking eh, wanneer mensen hun eigen keuzes maken. En mensen maken soms slechte keuzes. Maar dat zijn we allemaal altijd... Mensen, hè, mensen mogen keuzes maken en keuzes maken is ook soms een slechte keuze maken. Wat dan? Eh, dan gaat het bijvoorbeeld over eten, wat je eet, dat moet eh, tegenwoordig worden we oversteld met ja, we moeten gezond eten en dergelijke Dat zijn allemaal zaken, oké, okay, dat moet je allemaal doen en dat is allemaal goed voor u. Hè, allemaal prima, maar de vraag is, is dat allemaal, zijn dat allemaal overheidstaken? Is het de taak van de overheid om van mensen betere mensen te maken? Ik denk dat het antwoord daarop negatief is. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb als voorwerp mijn luchthaven badge meegewerkt. Ik ben, zoals ik daarnet ook al gezegd, had, professioneel actief op de luchthaven. En ik denk de luchthaven dat is iets heel speciaals als je daar komt en als je daar werkt. Dat dat is een speciaal gevoel. Veel mensen die op de luchthaven werken, die kennen dat gevoel een beetje. Het is een soort een beetje airport gevoel. Uh, we mogen ook niet vergeten dat we op de luchthaven dat trauma toch wel meesleuren van de aanslagen uh, drie jaar geleden. Dat is toch nog altijd voor veel mensen een, een, een enorm trauma. Ik had zelf het geluk dat ik op dat ogenblik niet aanwezig was uh, op de luchthaven. Maar het is toch een beetje een vreemd gevoel. Eerst en vooral, ik was twaalf uur uh, voor de eerste bom ontploft, was, was ik op die plek. Uh, ik heb, we hebben collega's die we niet meer hebben zien terugkomen. We hebben gelukkig bij ons in het bedrijf geen collega's gehad uh, die uh, het niet overleefd hebben. Maar het is, uh, we hebben wel andere collega's gehad: collega's die nooit meer teruggekomen zijn, collega's die zijn moeten uh, veranderen van werk omdat, omdat, het, om, omdat ze met posttraumatische stress zaten. Het is, uh, het is een, een, een enorme zaak geweest in feite, voor die hele luchthavencommunity, uh, die airportcommunity. En eh, het leven gaat door natuurlijk, hè, dus, maar we vergeten dat snel, maar we moeten daar toch eventjes eh, nog bij stilstaan. En eh, daarnaast heb ik ook eh, een tweede reden waarom ik eh, mijn eh, luchthavenbadje heb meegenomen. Was omdat het natuurlijk een, hoe moet ik het zeggen, het is een, eh, ik ben ook heel fier op wat ik samen met mijn team daar eh, bereikt heb. We hebben, eh, we hebben de afgelopen jaren, eh, dus ik, ben, eh, ik leid een team van 50, 60 mensen. Uh, we hebben daar de afgelopen jaren tien extra mensen aangenomen, nieuwe jobs uh, gecreëerd. Uh, we zijn ben toegekomen en, en het was financieel heel lastig op dat moment. En nu uh, breken we alle records. Dus het is ook een, 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 een gevoel van samenwerken met het team, zeker ook onze mijn team. We hebben een heel divers team met mensen die uit alle windstreken uh, komen. Ik heb mensen iemand uit Brazilië, Thailand. Eh, Pakistan, eh, Guinea, Congo, eh, Polen. We hebben mensen van overal eh, die bij ons werken. En dat is, en dat is ook eh, veel mensen uit Marokko en dergelijke meer, eh, die hun origine zijn liggen. Dus dat is ook eh, dat is een, 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 immens, een immense prestatie om al die mensen met al die mensen echt goed samen te werken. En dat is, onze, en, dat is en dat lukt ons heel goed. Uh, dus dat is heel fijn, en dat is ook. En, Daarom heb ik dat ook meegebracht, omdat ik daar ook eh, zeer trots ben op wat we samen met het team hebben verwezenlijkt.